zou ik een leven hebben, ja, ja. Ja, zou ik een leven hebben, ja, ja. Ja, met kerst dan geen, en dan geen leven hebben met kerst, hè. Dan geen leven hebben, hè. Heb je geen werk? Hé, hey, heb je geen werk? Hé, hey, heb je ook, hey, heb je geen werk? Heb je... Ja, hé, hey, ik heb al een leven, jij niet? Wat? Hé. Hey. Hé, hey, je hebt nog altijd 3 dagen meer gespeeld als mij. Hey, wat ben je nou? Wie denk je dat je bent, man, sukkel? Die 3 dagen meer gespeeld. Ja, 3 dagen meer gespeeld, fucking mongol. Hou je bek, jij. Kanker, buitenlander. Buitenlander. Ja, buitenlander. Hé, hey, buitenlander. Buitenlander. Hé, hey, ga terug naar je eigen land. Ga terug naar je eigen land, man. Ja, vieze illegale. Vieze illegale. White power. White power. We're in the lead. Sleight of hand. It's what is. Yo. Waarom schat ik jou de hele tijd uit? Waarom schat ik jou de hele tijd uit? Mike Norris, waarom schelden ze jou de hele tijd uit? Dat is een goede vraag, Bromeo. Dat komt omdat ze een heel klein beetje boos zijn. Omdat ik ze telkens kill, opnieuw en opnieuw en opnieuw. En met elke kill worden ze bozer en kwaader. En dan komen ze erachter dat ze toch niet zo goed zijn als ze dachten dat ze waren. En dan worden ze boos. En dan gaan ze de meest rare dingen zeggen. En zo gaat het. Maar deze man, die was wel heel kortzichtig. En die liet zijn ware aard zien. In het echte leven is het beangstigend. Al die dingen die hij zegt. Maar ik kan niet geloven dat er nog een plaats is waar ze dit soort mensen creëren. Maar waarschijnlijk komt hij uit een plek. Uit Nederland. Een plek die niemand kent. Die een naam heeft die nog nooit iemand gehoord heeft. Waar broer en zuster het nog met elkaar doen. En op die manier is hij verwekt. Ja, en dan kan ik hem niet kwalijk nemen, toch? Maar dat deze mensen er nog zijn is ongelofelijk. YouTube! Dit is Mike Romeo! En vandaag breng ik jullie een 6 tegen 16 deathmatch op de map. Flooded! Met de vepper. En ik pak hier ook een vepper op, dacht ik, van iemand anders. En het rare is soms, is de gun die je oppikt voelt veel beter dan degene die je zelf hebt. Tweede kerstdag. Dat was dus mijn eerste kerstdag, het begin van mijn eerste kerstdag. Ik was net wakker, ik wilde even een paar games spelen voordat de dag begon. En toen kwam ik deze noob tegen. En wat hij het liefste wil, het allerliefste, en dat is wat hij wenst, is dat jullie hem allemaal een berichtje sturen op zijn PSN. Dus kijk even terug, kijk zijn naam en stuur hem een berichtje, dat vindt hij leuk. Echt. Dat wil hij hebben, dus laat hem weten hoe je je voelt over wat hij gezegd heeft in die intro. Voor de rest kwam ik tegen mijn headset. Ik deed mijn headset op. En hij voelde niet zoals altijd. Weet je, mijn gaming equipment is belangrijk, toch? Maar ik speel al een tijdje met een gebroken scuff. En oh shit, deze man doet een David Blaine. Zagen jullie dat? Poef, verdwenen. Deden sommige mensen dat maar in het echte leven. Maar wat ik wilde zeggen, ik deed mijn headset op. En hij voelde niet zo comfortabel als normaal, toch? En ik dacht bij mezelf, hè, wat is er aan de hand? En ik deed hem weer af. En ik keek en er zat gewoon een barst in. En geen kleine, maar gewoon abnormaal grote. Ik ga een foto ga ik zo meteen neerzetten aan het einde van mijn commentary. Dan gaan jullie het zien. Maar ik wist niet hoe het kwam, want ik heb hem niet laten vallen. Er is niks opgevallen en op een gegeven moment is hij zo.
of er is ooit is hij gevallen, misschien gisteren of zo, of eergisteren, dat ik niet wist. Heb ik hem neergelegd en opeens is er een vette grote barst in gekomen. Ik weet niet, maar in ieder geval, dit is mijn vijfde Triton al in een paar jaar. En die dingen zijn duur, niet normaal. Tweede kerstdag. Hoe was jullie eerste kerstdag? Ik wil jullie alle het beste toewensen. Fijne feestdagen, ze zijn bijna om. Op Twitter heb ik het al aan jullie gezegd. Maar niet iedereen volgt mijn Twitter, dus bij deze. Die van mij was relaxed, rustig. Met mijn pa heb ik gegeten. Vriendin kwam later op de avond. Daar heb ik gewoon rustig mee gezeten. Ik ben niet echt iemand die het heel erg viert, maar het is wel gezellig. En daar doe je het voor, toch? Voor de gezelligheid. De tweede kerstdag was anders. Rowan RDF. Die had een tweet gelezen. Dat de Mediamarkt in Horen. Die zou 11 PlayStation 4's krijgen. En dan niet voor mensen die zeg maar gepre-ordered hadden. Maar gewoon voor vrije verkoop. 11. En de winkel die zou om 12 uur zou die open gaan. Vandaag. Dus ik al sturen in de avond. Iedereen sliep van, hey, hoe laat gaan jullie? Rowan en Colinky. Geen antwoord. Volgende dag, precies hetzelfde. Ik vroeg weer, hoe laat gaan jullie? En puntje bij paaltje was het meer van, Colinky gaat Rowan ophalen en ik moet solo rijden. En zo gaat het toch? Dus ik kom daar, ik parkeer. Best wel veel auto's al op die parkeergarage. En ik zie Rowan en Colinky zie ik bij zo'n medewerker bij de PlayStation, bij de PlayStations en zo en de games. En Rowan had één PlayStation 4, dus ik dacht, hij heeft hem. Dus ik vroeg aan ze, is dat de enigste nog over? Toen zei Rosa ja. Dus hij had geluk. Alleen hij was aan het onderhandelen met die verkoper. En nou, niet echt onderhandelen, maar meer van, hij zag op het beeldscherm dat er twee waren. Dus hij vroeg nog of hij kon kijken voor die andere. En die verkoper deed net alsof zijn neus aan het bloeden was. En ja, die ging kijken. En ik dacht bij mezelf, nou, weet je, volgende keer beter. Ik ga even een SD-kaartje ga ik checken, want ik ben hier toch. En over een paar maanden zie ik het wel of ik die PlayStation 4 krijg, ja of nee. Ik voel niet eens zo erg, eerlijk gezegd. En ik ben klaar. En op een gegeven moment zoek ik ze. Hebben ze 3 PlayStation 4's. Wat bleek nou? Ze hadden natuurlijk die 11 hadden ze. Alleen ik sprak met die verkoper. En die gast zei van, ja, we hadden ze achter. Sommige mensen hebben gepre-ordered. Maar ik heb aan mijn chef gevraagd, aan mijn leidinggevende. Of ik ze kon meegeven aan jullie. En dat had te maken met zeg maar dat ze telkens eentje wilden neerzetten. En Ro was zo slim om er 2 te kunnen krijgen. En toen zei hij bij die laatste die voor mij was, zei hij van, heb je nog een derde? En toen zei hij, ja, die heb ik net op die pallet gezet. En toen heeft hij er eentje afgehaald. Dus, ik heb een PlayStation 4. Ik moet even kijken of al die shit nog doet, of het werkt. En dan ga ik daarop gamen. Dus Ro was de man vandaag. Colinky heeft die shit betaald. Met zijn pinpas. Dus het was een goede dag. Goede tweede kerstdag. Hoe was die voor jullie? Laat me weten in de comment sectie. En stuur een bericht naar die noob. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. En peace.